We zijn hier vandaag op Erve de Waardregge. En wij organiseren namens de Groene Loper, dat is een initiatief van de provincie Overijssel, een mini bushcraftdag. Dat is eigenlijk een outdoor dag voor jong en oud. We hebben vandaag opa's met kleinkinderen, moeders, vaders met kinderen, voor degenen die het maar leuk vinden. En de Groene Loper heeft eigenlijk als doel groene initiatieven te ontplooien. En een soort verbinding te maken tussen mens en natuur, zeg maar. Wij vinden de natuur heel belangrijk, maar we vinden het ook belangrijk dat mensen met ons te kunnen laten genieten van de natuur. En door het, ja, op zo'n dag als vandaag intens te beleven, dan hopen we ook dat ze iets meer respect krijgen voor de natuur en weten hoe ze ermee om moeten gaan. We hebben vandaag een praktijkdag. We gaan dus echt hout sprokken om hout zoeken en proberen zelf vuur te leren maken met een mes en een firesteel. Daar leren ze snijtechnieken, de kinderen, met hun ouders samen. En ze zijn samen ook verantwoordelijk voor dat mes wat ze krijgen. Het is een bushcraftmes, dus eigenlijk ook geschikt om, ja, takken te snijden en met een firesteel om vuur te maken. Dan gaan we dus ook op dat vuurtje koken. En we gaan de kinderen leren hoe ze een hut moeten bouwen. Als ze eens een nacht in het bos moeten verblijven, waar ze dan op moeten letten. En de plek waar ze een hut moeten bouwen en hoe ze dat kunnen gaan doen. Dus wij vinden dat zelf heel mooi. We zijn hier zelf heel enthousiast. Maar we hopen dus ook dat de mensen die hier vandaag zijn ook zo'n leuke dag beleven als dat we het zelf hebben. Ik zie hier weinig mobieltjes. Is dat met opzet zo? Ja, onze wens was om vandaag het mobiel thuis te laten. Maar mensen vinden het ook prima om een dag even niet bereikbaar te zijn. En eraan toe te geven aan de rust en het moment van de dag. En verder zich nergens druk om hoeven te maken. We hebben circa 30 deelnemers. Wij zijn zelf aardig enthousiast over allerlei groene projecten. En toen zijn we eens even bij elkaar gaan zitten en kijken welke projecten we in Almelo kunnen oppakken. We hebben ons ook een beetje ingezet voor de kleine ijsvogelvlinder. Dat is ook een mooi project geworden. Die zit inmiddels in Almelo. Dus daar zijn we heel blij mee. Die was er nog niet tot voor kort en nu is hij er. En dat, wij denken ook dat dat komt door allerlei meer biodiversiteit. Dat we heel actief hebben ingezet op bloemenlinten. En verbinden, zeg maar, van bijvoorbeeld van Bonnebroek, Ente, Almelo, doorgang maken. En dan hopen dat die vlinder ook naar Almelo trekt, zeg maar.